round. Ready? No. 3, 2, 1, go. That's not bad. Hey guys, Ellen is here with pretty grown out hair. She saved 2 or 3 months for us, and we're going to do something super cool and cover the mirror. So, you ready? I am, absolutely. Here we go. Weet je dan de plekken? Ready? Ik wil even kijken. Wacht. Nou ja, ingewikkeld. Ik wil het gewoon echt niet te kort knippen voor je. Dus anders hadden we net zo goed gewoon kunnen millimeteren. Maar dat was makkelijker. Mijn vrouw was er vanochtend al. Die was net niet tevreden. Dus ja, ik heb nog 1 blond plukje. Zometeen duurt maar 10 minuutjes. En dan ben ik klaar. Fantastisch. Zo. Heel even wachten. Ik vond de foto waar je zei, dit is een Poolse koe. Dat vind ik echt leuk. Ja, daar hou ik ook van. Nu het heel kort is. Ik denk dat jij daar niet zo moeite mee hebt. Mensen hebben voorbereid. Wat ga je daar echt doen? Ik denk dat dat wel meevalt. Ik vind dat mensen die echt vaak vlotter. En zeker als je daar ook nog wat... Ja, staat hartstikke leuk. Zeg je? Dus dat kost heel veel moeite. Ja, maar je kunt wel zien dat vind ik toch een soort grijp. Het nu is dus dat ik jou ook alleen maar van dichtbij zie. Nee, natuurlijk. Dat is die mevrouw van de reclame van de kruidvat. Dat zo meteen gewoon meer met iets meer ervaring.
En dan zal ik jou precies vertellen welke lengte er nodig is om het grijs weg te, of om het bruin eruit te krijgen. Ja, ik had zelf zat ik op 2,5 centimeter. Nou, kijk. Ja, de donderdag ben ik thuis gaan werken, want ik kijk altijd naar de duinenkos in Kokzijde. Mm-hmm. Oh, dat vind ik zo mooi. Nou, het is niet per se een verstopspelletje, denk ik. Maar het is meer, het gaat altijd zo wisselend. En Wout van Aert is veel stabieler. Maar er gebeurt altijd iets, zeg maar. Het is nooit saai. En bij de dames? Die Alvarez, die is een hele tijd opgekomen. Maar dat... Van de kant misschien. Ik weet uit niet of Marianne Vos meedoet. Nee, die heeft afgezegd. Ja, want die heeft wel de contract verlengd. Ja, maar die is niet in orde en die wil zich voorbereiden op het wegseizoen. Je bent uitdunnen. Ja. Ik ben gewoon aan het afknippen. Inbrengen. Een beetje al. Oh. Well, guys, goal one was to get rid of all the colored hair to a natural color. She grew it out. Now we're going to cut some shape in it. But she's guessing how she looks. And maar dat is hartstikke slecht voor je haar. Dat klopt. Alleen als je... Als de brandweer of de ziekte. Maar ik heb over mijn ogen heen. Ja. Ga met knippen. Ja. Nu ga je het in model brengen. Ja. Wacht even. Hey, well, guys, the moment of truth. I'm going to turn you around. Ready? No. 3, 2, 1, go. That's not bad. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Gelukkig. Val me helemaal niet tegen. Well, guys, that's it. We're done. What a super cool change. I said it's the change of the week. I think it's, well, it is the change of the week, maybe the month even. Let me know what you think of it down in the comments. You're happy with it? Absolutely. Great.
She wanted to go full gray. And, well, it happened. It is. So cool. See you in the next one, guys.